dus wij zijn bijna buren. Wij zijn bijna buren, ja. We zitten een paar panden hier vandaan. Oké, hoe is dit tot stand gekomen, dit programma? Nou, dat is eigenlijk al eind vorig jaar geboren. Het is ook merkwaardig, dat, wat je al zei, we zijn bijna buren. Maar wat ver is, dat is altijd aantrekkelijk. Maar we zijn eind vorig jaar bij elkaar gekomen, want ons instituut, wij leiden mensen in de vastgoedsector op. Wij zijn een postdoctoraal instituut. Elke dag hebben wij studenten uit de praktijk over de vloer voor zware masteropleidingen, maar ook korte programma's. En die houden zich vooral bezig met de investeringskant van bijvoorbeeld nul op de meter. En Pakkers de Zwijger is het spiegelbeeld. Nou, dat zijn allemaal mensen zoals u hier zit, die naar de andere kant van de milieu kijken. Dus het idee was, dat brengen we een keertje bij elkaar. En dit is ook het begin van een opleiding, toch? Het is een opleidingsjaar wat nu begint. Ja. Klopt. We hebben veel programma's en een daarvan heet Business Case Energietransitie. Die starten we dit jaar, een kort programma van 6 weken. En de bedoeling was dat de timing perfect zou zijn. Want de afgelopen jaren zijn er veel pilots geweest op transitie 0 naar meter. Er wordt straks veel over verteld. Dus door de koploper zijn we bezig geweest. En de gedachte was, dit is het jaar om dat te vertalen naar de grote vastgoedsector, waar toch 60% van ons vermogen in zit. Het moet toch lopen via corporaties, eigenaren van woningen en beleggers. Dus we dachten, dit is het jaar. Voor maar aankomen. Ja, en daarom hier ook de uitdagende vraag. Het is heel lastig om de business case rond te breiden. Daar gaat die opleiding over. Maar we zoeken die ingrediënten om die business case rond te krijgen. Dus als je iets hoopt dat het eruit komt vandaag is... Is dit het? Zijn er mensen in de zaal die de opleiding volgen dit jaar? Tot nog. Nog niet. Nee, nog einde vanavond. Einde vanavond, hè? Ja. Oké. Heel goed. Bedankt voor nu. Leo, uit hem nog.